Hey, daar is Sjoerd weer. Een nieuwe vlog deze week. We hebben een merk dat heet Tonet und Wander. Tonet und Wander. Tonet und Wander. Klinkt een beetje juist, ja. Ik ben eens benieuwd, want er wordt beweerd, het zijn studiomonitoren, maar het zit een beetje tussen hi-fi en studio in. En zou daarmee dan ook interessant zijn voor DJ's, vooral voor thuisgebruik. Nou, ik ga eens gewoon even zo'n setje bestellen en kijken wat het doet. Of het iets is. Ik zoek even iemand op die me gaat helpen. Dan kom ik hier toevallig een koffer tegen. En als je nou wil weten wat ermee gebeurt, dus dan moet je uiteindelijk hier ergens klikken aan het einde van de video. Dan kun je zien hoe dat zo komt. Ah, Jan. Hoi Sjoerd. Hallo. Alles goed? Ja, met mij wel. Wil jij eens even iets opzoeken voor mij? Ja, tuurlijk. Ja? De Tonet und Wander Kugel. Dat is hem. Ik ben namelijk benieuwd wat het is. Of het iets doet. Of het goed klinkt. Dus dan gaan we ook even luisteren. Fantastisch. Ja, dat zeg je, maar ik wil het zelf even uitzoeken. Dan gaan we het even uitzoeken. Dankjewel, Jan. Nou, het product wordt gehaald, dus besteld. En ik ga hem opwachten in het magazijn. Dan heb ik hem direct te pakken. Terwijl ik sta te wachten, valt mijn oog op een hele kar vol cadeautjes. En dan kan ik het niet laten, hè. Dan wil ik toch even weten of er überhaupt iets in zit. Even kijken. Het voelt als een lege doos. Hé, dat is nou jammer. Allemaal dummies. Ik ben gek op cadeautjes. Daar komt iemand aan. Met een grote doos. Tonet und Wander. Ja, dit zijn ze. Tonet und Wander. Kugel. Ik heb ze inmiddels uitgepakt. Hier staan ze. Kijk. Dit kan dan natuurlijk ook vanaf, denk ik. Zo niet, dan kunnen ze eraf en dan eenmalig. Kijk, je ook maken, hè. Wat er ook nog werd meegeleverd is een afstandsbediening. Een of andere kabel met weet ik wat. Nog een kabeltje. Voor het aansluiten van een mp3-speler of zo. En de stroom. Daar ben ik weer. Ik ga even op zoek naar een stopcontact en dan gaan we eens kijken of we de muziek uit krijgen. Onder de bank. Dat ging allemaal heel makkelijk, dat paren. Nu speelt de muziek. Yes, and you know it makes even in het midden zitten. Maybe you will laugh about. Nou ja, dat zijn natuurlijk van die dingen die je zelf moet komen beluisteren. Van, is het nou in de studio te gebruiken? Nou, in de thuisstudio wel, denk ik. Lijkt me goed genoeg. Ook voor als je thuis DJ't bijvoorbeeld. Maar voor het echte serieuze mixwerk, nou weet ik niet. Dan zou ik misschien toch voor iets anders gaan. Maar gezien de prijs heb je voor relatief weinig wel echt een hele goede Bluetooth set. Lijkt mij, dat vind ik. Hè. Dat is mijn mening. Dit was mijn vlog voor deze week. Als je het nou leuk vindt, laat dat blauwe duimpje zien. Ik vind het leuk. Laat me weten wat je ervan vindt. En word gewoon volger van ons Facebook-kanaal en op YouTube natuurlijk. Want dan hoef je geen één vlog meer te missen. Tot de volgende keer. Houdoe.